Ik werk in de jaren bij Tom Erich. Nou, ik heb er een stuk of, kijken, worden nog gespeeld in Frankrijk veel. Veel musettes heb ik gemaakt. Hoewel ik gek op swing ben, maar ik ben ook gek op Roemeens, Hongaars. En ik heb al over de 60 heb ik er gemaakt. Ja, John, insiders weten het waarschijnlijk wel, en misschien nog niet. Maar er zijn toch ook altijd wel mensen uit je publiek die nog altijd twijfelen aan het feit of jij muziek kan schrijven en kan lezen. Wat ik hoor kan ik schrijven. Ja. Wat ik hoor kan ik schrijven, laat je niks wijs maken. Nee, nee. Maar als je die kent, is het ook niet erg. Als je oren maar goed zijn. En die zijn heel goed geweest, jongen. Maar kijk, als ik niet lezen kon, muziek, hè, had ik nooit toen meer in zoveel jaar kunnen werken. Je krijgt je tweede partijtje, je derde partijtje. Dat moet je direct zo aflezen. Zeg, John, om iemand zonder iemand het kort te willen doen,
Wat zou jij als je fijnste begeleidingscombo willen omschrijven? Voor wat betreft het instrumentarium, dus de bezetting van de begeleiding. Dan zou ik die kiezen die Aad van Dam speelde. Niet dat ik hem imiteren wil, maar dat vind ik de mooiste begeleiding. Dat is namelijk vibrofoon en gewoon een ritmesectie. Bas, gitaar, drum, accordeon. Kun je namen noemen in dit verband? Of zou je namen kunnen noemen, willen noemen, van mensen die je dan graag daarbij zou willen zien? Die heb ik heb al een plaat opgenomen, maar die plaat was niet goed opgenomen. Vibrofoon was te zwak. Nou, dat was Karel Soelsen. Dat is die jongen die, die speelt geweldig vibrofoon. Ja, want de vraag die ik voor je heb, die erop aansluit. En Sjaak Scholz voor bas. Ja. Johnny Engels voor drum. Ja. Dat zijn knapen hoor. Zou je en daar werk je licht mee. Ja. Zou je namen in kunnen vullen met betrekking tot oude formaties? En als je dan zo'n groep moet samenstellen, wie zou je daar dan in nemen? Nu weer, hetzelfde. Ja, hetzelfde weer. Ja. John, je hebt net twee LP's met de Dutch Wing Collegeband gemaakt. Ja. Kan je iets vertellen over het ontstaan daarvan? Nou, er kwam zeker meneer Arie Lichtaart bij me thuis. En die vroeg of ik geïnteresseerd was om een plaat te maken met de Dutch Wing Collegeband. En het was vroeger de banjo-speler van de Dutch Wing. Maar nu was hij manager geworden van die band. Ik zei, nou, dat vind ik wel leuk. Niet te weten dat de gouden plaat werd. Nou heb ik moet ik ook mijn dank toezeggen aan Skip Voogdo. Die heeft er erg veel propaganda 's morgens mee gemaakt. Elke morgen 8:30, 9:00 hoorde je die plaat. Zeg John, we hebben het over nu en over vroeger. Want dat komt steeds ter sprake in dit interview. Zijn er, voor zover jij weet, ooit opnamen gemaakt van de combinatie waarmee je in 1950 in het Londense Palladium hebt opgetreden? Ach, dat was... Dat waren losse jongens, hè. Ik had geen vaste jongens. Want met de quintet kon je niet veel geld verdienen. Het werd te gauw te duur hier. Dat land is te klein hier. Dus toen werkte ik... Wil ik de namen noemen van die mensen waar ik mee werk in Palladium? Ja, maar het is nu helemaal een antwoord op mijn vraag. Het gaat erom, zijn er ooit opnames gemaakt? En dan bedoel ik platennames. Die zijn nee, er ooit nee. Wat betreft de verkiezing van Leroy d'Accordéon, als ik het goed uitspreek. Hoe kom je daar weer op? En je wereldkampioenschap in 1951. Vertel ja, dat was in Parijs. Salle Pleyel was dat. Salle Pleyel. Ja. Er waren ongeveer 10-12 accordeonisten. Yvette Honner, Balta Bouva, waren de koningen van de klassieken. Alles klassiek. Dat was een opgave voor me hoor. Wie mij geïntroduceerd heb, is dood. Misschien bekend nog onder een paar oudere mensen. Dat was Frans van Capelle, de musettenkoning die voor de Avro speelde. Die had mij geïntroduceerd. Nou, ik heb daar... We kregen zo'n grote huldebewijs, papier, stempels erop. Dat werd toen ingevuld, dat was nog niet klaar. Wie het won? Nou, wie het won, dat was een spelletje meer, maar... En een grote gouden medaille kreeg ik. Ja, wat prachtig. Kan je misschien herinneren met wat voor muziek, althans met wat voor nummer... Wat ik daar speelde. En hoe oud was je overigens toen je wereldkampioen werd? Nou, dat zag je... Hoe oud was ik toen? Even kijken. Dat was ook zo'n beetje... Ik was een jaar of 8. Even kijken, een jaar of 34, 33 dus. Ik kan wel uitrekenen, ongeveer 41 jaar terug.